Op het moment dat je een nieuwsbericht wil plaatsen binnen je website, ga je naar de achterkant van je website, klik je op Nieuws, Bericht toevoegen. Van hieruit voer je een titel in, een tekst, en dat kan een heel lang verhaal zijn over iets wat je net gemaakt hebt, een uitgelichte afbeelding, en klik je op publiceren. Dit zijn de basisstappen voor het publiceren van een nieuwsbericht binnen WordPress. Wat je verder kan doen is, je hebt hier een heel mooi overzicht van allerlei opties, zoals bijvoorbeeld het gebruik van vette tekst, van een grote koptekst, van bijvoorbeeld het toevoegen van een formulier, zoals dat kan. Of zelfs een fotoalbum. Je kan het zo gek niet bedenken, of het is mogelijk. Als je een bericht schrijft, ga je lekker mee spelen. En dan zie je vanzelf dat het vrij eenvoudig is om een heel mooi nieuwsbericht de deur uit te doen. Je weet gewoon dat je de optie hebt door op Nieuws, Bericht toevoegen te klikken en vervolgens je bericht hier te plaatsen. Dan nog één tip. Je hebt hier de optie om hem op concept te plaatsen. Dat betekent dat hij nog niet gepubliceerd is, maar dat je nog achteraf aan kan werken. Wat je ook hebt, is dat je een datum kan inplannen. Je kan bijvoorbeeld zeggen dat hij is ingepland voor 1 september om 12 uur 's middags. Als ik op OK klik en klik op inplannen, zorgt de website er automatisch voor dat dit bericht op 1 september wordt gepubliceerd.